Twee vragen, dames en heren, over de hondenpoep hier. Huilende baby's in de bus. Oh, zo irritant. Ga nu, politiebureau binnen. Ik niet dat ik die behoefte aan heb. Het volgende groepje. Opmerkelijke feitjes. Ah, en ik zie een krant, dat vind ik een goed teken. Wat heb je nog meer gedaan? Dit is het artikel. Ja. Mensen, wat staat daar? Mensen balen van hondenpoep en te hard rijden. Ja, want dat is nummer 1 irritatie van Nederland. Hondenpoep op straat. Twee vragen, dames en heren, over de hondenpoep hier. Nummer 1. Hoeveel honden lopen er in Nederland rond? Oeh. 5. 4. Overleggen. Drie. Ja. 2. 1. Weet je dat? Tink, ja. Zegt u het maar. Ongeveer 2 miljoen. 2 miljoen honden in Nederland lopen rond. Echt waar, joh? 8 miljoen. Nee, dat kan niet. Echt wel. 8 miljoen honden. Je hebt toch superveel asielen en zo, en zwerfhonden. Puppies. Nee hoor. Puppies, inderdaad. 8 miljoen, oké, nee, dat mag. 5 miljoen. 5 miljoen. Tjongejonge. En jullie als groepje, wat hadden jij? 950.000. Ik zeg... Antwoord is... 1,8 miljoen. Ja! 1,8 miljoen. Ja, dat is echt... Daar hebben jullie het dichtstbij, hè? Ja. Dat is echt kleine. Dat is wel heel... Alsjeblieft. En ook nog asielen en dat soort Goed. Even stil. Tessa. Maar hij zei vrij. Een heel brave hond ben jij. Iedereen weer brave honden. Dan komt nu de volgende vraag. Nummer 2. Hoeveel kilo... Hoeveel kilo... Hondenpoep. Schijten deze honden per jaar? Ik denk dat het 4 kilo is. 5. 4. 3. 2. 1. Nee, poep is echt wel zwaar. Ja! 600 miljoen. 600 miljoen? Nee, dat was niet goed. 600.000. Nee, dat is al gezegd nu. 600.000 kilo poep per jaar. Ja. Oké, voor alle honden bij elkaar. Aangezien Milo over 80% van de poep bestaat, niet aan 9 miljoen kilo zeg ik toch? 9 miljoen kilo? Ja. Per jaar, oké, poep. 151 miljoen. Poep, scheid, ligt er zomaar op straat, verspreid. Als je het er bij elkaar ziet, dan moet een enorme... In een jaar, ja. Het goede antwoord is... 145 miljoen! Ja! Jullie wisten sowieso dat antwoord al. Dat jullie We kunnen toch bergen maken in Nederland, van stront. Kunnen wij de Alpen... Kun je van de slee met de slee kan je dan van de stront afgaan. Is dat trouwens bij jullie ook irritatie nummer 1, hondenpoep? Nee. Even een paar vingers en even weten wat iemands grootste ergernis heeft. Als mensen dieren niet respecteren. Dat is jouw grootste irritatie. Ja. Job. Kinderen. Kinderen? Ja. Kinderen, ja. Dan heb jij hem irriteren enorm. Ja. En dan in het specifiek één kind? Kinderen. In het algemeen, kinderen. Ja. Jongens, meisjes. Over straat lopen en voetballen tussen ouders en zo. Ik heb hem iets specifieker. Vind je het vervelend? Ja. En Milan is daarmee eens. Ja. Ik heb niet specifieker. Huilende baby's in de bus. Huilende baby's in de bus. Oh, zo irritant. Irritant. Lex, ik heb iets in de computer gekregen. Een filmpje. Een filmpje? Ja. Dat vind ik leuk. Jullie zijn op pad geweest. Ja. Zou ik zelf iets gedaan? Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik druk gewoon op het knopje. En dan, want ik heb hem... Ik doe hem aan. Op het digibord. Als het werkt. Dat is een nieuw digibord. Dus. Ja, doen we fullscreen. Hadden we ook een artikel gelezen in de krant. Over dat, dat de nummer 1 ergernis? Ergernis en irritatie van de mensen in de stad is nog steeds drollen op straat. Dus, wat gaan wij nou doen? Nou, wij gaan ergens een drol zoeken en dan gaan we naar het politiebureau toe. En dan... Oh. En dan gaan we het aan de politie geven. En dan gaan we ook mensen oproepen. Kijk, hier is een drol. Wij willen dus dat zoveel mogelijk mensen drollen gaan naar de politie gaan brengen. Want hoe meer drollen er naar de politie gaan, hoe meer zij daar eraan gaan doen. Abba. Dat is ja. Allemaal geluid. Prima. Oké, nou, hij is nu dicht. Hij is allemaal poep aan de buiten gekomen. We staan nu in een heel mooi shot, de politie achter ons en we gaan dit mooie drolletje gaan wij als gevonden voorwerp. Gevonden voorwerp inleveren, dus dat gaan we even doen. Nou, daar gaan we dan. Hey, we gaan nu het politiebureau binnen. Hey. Hallo. Hallo. Kan ik jullie helpen? Wij hebben namelijk iets gevonden. Gevonden voorwerp. Gevonden voorwerp? Ja.
Mogen we u even filmen doen voor een schoolopdracht? Liever niet. Oké, dan hou het zo. Ja, maar dan hou het zo, dat maakt niet uit. Nou, we hebben namelijk een drol op straat gevonden. En deze willen we heel graag inleveren. En het is omdat er nummer 1 irritatie namelijk is dat er altijd drollen op straat liggen. En wij dachten, nou, als we het nou gaan brengen dan. Dan hopen we dat meer mensen het komen brengen, zodat er wat meer aan gedaan wordt, zeg maar, vanuit de politie. Ja. Nou jongens, ik denk dat jullie snappen dat wij er niet van zijn en de gemeente gaat erover. Ik snap best dat het vervelend is dat we de straat ligt, maar de gemeente is dan de taak om het op te ruimen. Wij als politie houden ons bezig met het opsporen van strafbare feiten. Maar het is wel nummer 1 irritatie van allemaal, kijk maar hier. Snap ik. Het rol. Dankjewel dat je hem kon brengen, je mag hem ook weer meenemen. Maar we zijn een hele fijne dag. En de vraag aan u is, van welk dier is deze drol? Ik heb geen idee, maar ik ga even door met waar ik mee bezig ben. Ik geloof niet dat ik hier behoefte aan heb. Alleen in mijn gang. Maar hier doe ik niet aan mee. De politie die wou er niks mee en die zei dat we naar de gemeente moesten. Dus vandaar dat we hier bij de gemeente zijn. En wij hebben een gevonden voorwerp hierin zitten. Ja. Waar kunnen we die inleveren? Hier bij mij. Oké, okay, nou dan. Mij filmen? Nee, we gaan het even filmen, eventjes het object. Ja, maar ik ga nou hier niet op in, hè? Dan moet je iemand van communicatie bellen. Oké, dan gaan we van communicatie bellen. Dan gaan we iemand van communicatie bellen, blijkbaar. Van de voorwerp hebben we meegenomen en dat was een hondendrol die we op straat zijn tegengekomen. En we zijn nu naar de gemeente toe gegaan, naar de mevrouw van de gemeente, maar ze zei dat de communicatie daarover ging. En we gaan nu even proberen een grapje uit te halen met iemand. Ja, we gaan een prank uithalen. We hebben prank, kill. Kill gaat fout. Let's go. Oké, dan hebben we prank. Ja, doe maar. Je ziet het vanzelf wel. Boeit het allemaal niet. Ik wil even net zoals, hoe heet die? Ja, boeit het allemaal niet. Gooi hem. Ja, goed. Oké, zeg maar hieronder zit zogenaamd een mus. Wow, een mus! Ik ga iemand even halen. Ja, is goed. Oh, ik heb een mus hier. Een zieke mus daar. Nee, die zit eronder. Jij bent toch snel met je vingers? Er zit een zieke mus hier. Hier, onder het bakje. Oké, als jij nou pakt, jou zit het pakken, ja? Oké, pak een snel, 3, 2, 1. Oh, shit! Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Vond je het nou? Doe dan een like omhoog, of zo. Oh, oké. Nou, leuk. Goed gedaan. Wat heb jij gevraagd dan? Zijn ze serieus op ingegaan? Ja, ik moest van die communicatie, van die vraag van de balie, moest ik naar die telefoon moest ik bellen. En toen kreeg ik zo'n mevrouw aan de lijn. En die was heel serieus. Als mensen dus in hun eigen straat een drol vinden, kunnen ze als gevonden voorwerp kunnen ze het naar de politie of de gemeente brengen. Ja, dat zei ze. Ja? Dus hierbij een oproep van Lex. Wat is de oproep van Lex? Allemaal poep naar de politie gooien, brengen. Gooien. Heel Nederland moet Heel Nederland poepvrij. Heel Nederland poepvrij. Ik stem voor poepvrij Nederland. Willen we meer of minder poep? Hey, de PVV. Minder. Irritatie nummer 1 in Nederland is volgens Lex en Benjamin hondenpoep. Vind jij dat ook? Of heb jij wellicht een andere nummer 1 irritatie? Laat het me weten. Like deze video voor het abonnee Facebook, Instagram. En dan zeg ik groet, gij allen en tot de volgende week. Groetjes, hoi!